Gebed voor Israël is hard nodig. Dat benadrukken we steeds weer in onze uitzendingen. Zeker sinds 7 oktober vorig jaar. In eerdere uitzendingen hadden we het al over het belang van gebed. En in deze uitzending willen we het onderwerp geestelijke strijd gaan uitdiepen. Wat betekent dat, geestelijke strijd? En tegen wie is die geestelijke strijd dan gericht? Hoe focust die strijd zich op Israël? En waarom moeten wij ons als christenen daarmee bezighouden? Daarover spreek ik met dominee Henk Poot. Henk, van harte welkom. Ja, waarom dit onderwerp? Want het is ook vrij heftig. Het gaat over geestelijke strijd. Het gaat dus over het goede, maar ook het kwade, de duivel. Waarom moeten we ons niet alleen maar gewoon op God richten en op het goede? Ik denk dat het belangrijk is dat we ons in de eerste plaats op God richten. Natuurlijk, daar gaat het ook om in de geestelijke strijd, dat we daar niet van afgebracht worden. Maar je ziet door heel de Bijbelse geschiedenis heen dat er sprake is van machten die het goede wat God wil en waar die naartoe gaat willen afbreken en frustreren. Je ziet het bij Daniel, dat de engelenvorst van de Here moet vechten tegen de engelenvorst van Perzië. Maar je ziet het ook in het Nieuwe Testament, hè? Paulus, Efeze 6, het gaat niet om mensen, maar om de geestelijke machten in de hemelse gewesten. En dan is het goed om te weten waar heb je mee te maken. Ja, hij zegt het ook, we weten wat zijn methodes zijn, wat zijn sluwe streken zijn. Dus je moet ook in het persoonlijke leven, als je weet hoe die probeert binnen te komen, dan moet je ervoor zorgen dat die buiten blijft, zeg maar. Ja, nou, daar gaan we het dus in deze uitzending over hebben. We beginnen altijd de uitzendingen met kort kijken naar het nieuws. Nu bracht de organisatie Human Rights Watch, die bracht vandaag een rapport uit. En dat ging over het geweld van kolonisten, de bewoners van Judea en Samaria, tegen Palestijnen. En ik citeer de directeur van die Human Rights Watch, die zegt: terwijl de wereld naar Gaza kijkt, nemen de misstanden op de Jordaan-oever toe, aangemoedigd door tientallen jaren van straffeloosheid en laksheid van Israëls bondgenoten. En hij gaat verder en dan zegt hij: kolonisten en militairen hebben Palestijnse gemeenschappen verjaagd, elk huis vernietigd met de klaarblijkelijke toestemming van de hogere Israëlische autoriteiten. Hoe reageer jij op zo'n rapport van de Human Rights Watch? Er is geweld, dat is onmiskenbaar zo. Maar als we praten over het verjagen of het afbreken van dingen, gaat het om de zeegebieden. Dat zijn zeegebieden die bij de Oslo-akkoorden afgesproken is dat die onder beheer staan van Israël en dat daar niet gebouwd wordt. Er wordt heel illegaal door Arabieren gebouwd met steun van Europa en soms ook van Amerika. Als ik vind een klein beetje context, hè? Want de Oslo-akkoorden die zijn dan gesloten in de jaren 90. Ja. Toen is er gezegd over de westelijke Jordaan over van aangebieden. Aangebieden. Dan is het naar Bluz en Kalkilia en Ramallah. Daar. Dat is onder Palestijns bestuur. Precies, daar zal het Israëlische leger geen huis afbreken. Ja. Tenzij dat het van terroristen is. Ja. Dat is een maatregel. Dus dat zijn de A-gebieden. Dan heb je de C-gebieden die vallen onder Israëlisch bestuur. Ja. Die noem je net. En daartussenin, een soort van gedeeld bestuur. Dat zijn de wegen, zeg maar. Meer de wegen. Ja. Maar, en met een stukje eromheen. Maar het gaat om de A-gebieden en de C-gebieden. En de C-gebieden, daar zijn de settlements in kaart gebracht door Israël en Amerika. Met een blue line. Dat betekent dat in de settlement zelf nog wel gebouwd kan worden, maar daar niet buiten. En als dat gebeurt, dan komt het leger en breekt die dingen af. Ja. En als Arabieren dat doen, doen ze dat ook. Ja. Maar je zegt van, want wat heeft dat dan met dat geweld te maken wat in dat rapport van de Human Rights Watch staat? Ja, als ze dat geweld noemen, dan zeg ik ja, dat is gewoon het illegaal afbreken van bouwsels en van daar zijn ze heel erg mee bezig om facts on the ground te maken en dat doen ze dan. Ja, en de context is ook belangrijk om hierbij te begrijpen, want het is... Je ziet dat de reacties zijn en de mensen Judea, Samaria zelf zeggen dat is heel klein, dat is niet te vergelijken met een beweging als Hamas of zo, maar je moet maar opletten, het is altijd een reactie op. Het is niet zo dat mensen uit de settlements nou eens een ander Arabisch dorp gaan aanvallen. Maar ik zeg niet dat het goed is en dat zegt de regering ook. Daar is het leger voor en dat moeten jullie niet doen. Maar soms loopt het water hun op de lippen. Het is altijd een reactie op. Wat bedoel je dat? Ik bedoel, als er een jongen van 15 vermoord is, met stenen vermoord, dan... degene die het gedaan hebben zijn niet gepakt. Dan wil ik niet zeggen dat het hele dorp moet uitlopen. Dat doen ze ook niet trouwens. Maar dat is wat er gebeurt. Het is een reactie op. Ja. Ja. We
We gaan naar ons volgende nieuwsbericht. Dat is dat er een open brief is gepubliceerd, ondertekend door 60 predikanten. Die brief is verstuurd aan de scriba van de PKN. Die is onder andere ook mee ondertekend door jou. Dus misschien kan je mij zo nog even kort schetsen waar die brief over gaat. Maar ik citeer even één zinnetje eruit. Mm-hmm. De PKN is zeer breed in zijn standpunten. Maar als er kerkleden en dominees zijn die geloven dat de beloften aan Abraham vervuld zijn in de terugkeer van het volk Israël naar het beloofde en door hen eeuwenlang beloofde bewoonde land, dan valt dit buiten het gedachtegoed van de PKN. Hoe is dit mogelijk? Dat vragen die 60 predikanten aan de PKN-leiding. Ja, terecht. Je moet je voorstellen dat Arenda Haasnoot, dominee Arenda Haasnoot, is de initiatiefnemer. Ja. En ik ken haar vanuit het Evangelisch Werkverband, vanuit het bestuur. En zeg, ja, je hebt in de PKN heb je een grote organisatie van de Geïnformeerde Bond. Nou, die zijn goed georganiseerd en we nemen aan dat die ook met een reactie zullen komen. Dat zou een beetje de conservatieve tak van de PKN ja, zijn? Ja, de reformatorische groep, zeg maar. Ja. Je hebt ook een heel wat predikanten die daar niet echt bij aangesloten zijn. En misschien helemaal niet ergens bij aangesloten zijn. Maar die zich miskend voelen. Of soms zeggen ze, we voelen schaamte. Mm. Maar ook dat blijkbaar het kantoor, om zo maar eens te zeggen, van de kerk naar buiten komt met een verklaring die helemaal niet gedeeld wordt. Ja, want de context is dat de verklaring van de PKN vrij kritisch was op Israël. Ja, op Goede Vrijdag notabene. Ja. Is die uitgegaan en waar het om gaat is dat ze in feite alle aandacht leggen bij de ellende in Gaza. Mm-hmm. En dat ze Israël een beetje op hun beloop laten. Langzamerhand verdwijnt Israël uit de kerk. Ja. En dus niemand die de Schriba gevraagd heeft, de minister van predikanten, niet om met die boodschap naar buiten te komen. En het wordt zeker niet door een groot gedeelte van de predikanten gedeeld. Nee, wat hopen jullie eigenlijk met zo'n open brief te bereiken? Want je hebt hem mee ondertekend, dus je vindt hem waarschijnlijk nuttig. Ja, ik weet niet wat het bereikt, maar ik hoop dat het een signaal is dat ze ook luisteren, niet alleen maar naar dienstencentrum, de mensen die daar rondlopen. Mm. De nood is zo diep dat ik regelmatig op lezingen mensen tegenkom die afscheid van de kerk genomen hebben. Ja. Om deze reden, en ik heb het idee, dat zijn ook de woorden van Arenda, dat is er eigenlijk helemaal niet zoveel kan schelen. Ja, je noemt het dienstencentrum, hè? Ik ben geen PKN'er, wat betekent dat precies? Het dienstencentrum is een groot kantoor, nou groot niet, eigenlijk niet eens meer, maar waarin de dagelijkse zaken van de kerk geregeld worden. Ja. Daar gaat het om het werelddiaconaat die daar een hele grote vinger in de pap heeft. Daar heb je ook een commissie kerk in Israël, daar heb je allerlei andere commissies. Ja, maar je zegt veel mensen voelen zich vervreemd van die leiding van de kerk eigenlijk. Ja. 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 Hoop je dat die brief daar verandering in gaat brengen? Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Voor mezelf is het ook ik zit met pijn in mijn hart en in mijn schoenen zit ik in deze kerk. Hmm. Omdat het zo anders geweest is. Ja. Ik heb het idee dat ze zich meer laten bepalen door de agenda van de kerk dan door de agenda van de Bijbel. Hmm. We gaan het hebben over de Bijbel, Henk. Ja. Geestelijke strijd. Geef eens een definitie. Wat is dat? Wat houdt het in? Ja, volgens mij, dat zie je al in het paradijs, betekent dat er ook een macht is die het opneemt tegen God. God is onderweg door de geschiedenis heen naar het oprichten van alle dingen, het herstel van alle dingen. Vrede, liefde en vrezen des Heren over heel de aarde en de duivel, de Satan, die probeert dat af te breken. Mm-hmm. En als je naar de Bijbel leest, dan merk je dat hij in het paradijs al aanwezig is, dat hij als het ware met hoogmoed, dat is een van zijn beproefde methodes, mensen van God probeert af te trekken. Hè? Van als je dat doet, dan zul je als God zijn. De Heer Jezus die zegt over hem dat hij de aartsleugenaar is. En dat het de mensenmoordenaar is van het begin. Paulus zegt dat het de God van deze eeuw is die mensen met blindheid slaat. En ze hun ogen sluit voor de waarheid. Hij zegt dat hij zich soms voordoet als een engel van het licht. En in het Eerste Testament zie je bij de profeten en bij Job zie je dat het iemand is die, Satan betekent dat ook, die bij God aanklaagt, die mensen bij God aanklaagt. Aanklager, die zegt, ja, stop er toch mee met Job, stop er toch mee met Israël, stop er toch mee met al die christenen, want ze doen het helemaal niet goed. En dat is een macht waarvan de Bijbel zegt, uiteindelijk,
uiteindelijk zal die macht verdwijnen, want het koninkrijk van God komt toch. De Heer Jezus die zegt dat hij op Golgotha in zijn offer de macht van de boze gebroken heeft. Ja, ja. Nee, want nog even terug, hè? Want geestelijke strijd, je noemt die beschrijvingen zeg maar, van de duivel. Maar op welke vlakken speelt die geestelijke strijd zich af? Is dat met name het persoonlijke vlak in het geloofsleven van jou en mij of van de kijker? Of is het ook op een groter aspect? Ik denk allebei. Ik denk dat hij is ook de wichtdrijver, hè? De diabolos. Weet je, dat was een spelletje wat meisjes vooral vroeger deden, met een diabolos of zoiets. Mm-hmm. Maar daar zag je dat ook in, hè? Van om een soort verdeling te maken. Een verdeling te maken. Hij probeert jou van God af te trekken. En dat doet hij door je zwakke plekken op te zoeken. Bij Adam en Eva is het dat ze prachtig gemaakt zijn, maar ze kunnen misschien nog hoger. Mm. En hoogmoed is wel iets waar hij gebruik van maakt. Ja. Hè? Dat hij probeert wijs te maken van je kunt het anders, je kunt het beter. Ja. Maar ook de nare dingen die je in je leven hebt meegemaakt, kan hij gebruiken. Ja, hoe gebruikt de Satan dan die zwakke punten, zullen we maar zeggen, van de mens om zijn wil te doen? Nou, als je tegenovergestelde kijkt, hè, als je drinkt uit de bron en je denkt aan wat drink je dan van Jezus, hè, dan is het liefde en goedheid en zachtmoedigheid en barmhartigheid en geduld en toewijding en trouw. Nou, hij probeert dat te doorbreken in je leven, dat je niet meer het beeld van God weerspiegelt. Dat probeert hij te doorbreken door bijvoorbeeld je heel erg miskend te voelen. Mm. Of door je heel erg ambitieus te maken, omdat er misschien vroeger in jouw jeugd iets gebeurd is waardoor je denkt, ik moet zo. Of Luther die heeft eens gezegd van, de duivel, dat is ook zo'n methode, die is bezig om je lui te maken in het koninkrijk. Of hij geeft je zoveel werk dat je je niet meer kan focussen. Hm. Ik heb dat wel meegemaakt in de gemeente. Verschillende manieren eigenlijk van om de mens af te trekken van God. Ja. En je kunt de dingen ook, als je gaat verdiepen in de geestelijke strijd, merk je dat er dingen zijn waardoor je de deur open kunt zetten. Pornografie bijvoorbeeld, of heavy metal, of verslaving, of drugs, zeg maar. Die zetten als het ware de deur op een kier waardoor die naar binnen glipt, zeg maar. Zo werkt dat, denk ik. Ja. Maar dat doet hij ook in het groot. Ik zeg wel eens, van hij kan niet meer aanklagen omdat hij is buitengeworpen, maar Petrus zegt hij gaat hier rond als een briesende leeuw. Hij is op zoek naar wie die zou kunnen verslinden. En Paulus spreekt ook over, hij kan niet meer in de hemel mensen aanklagen omdat hier Jezus onze zonden gedragen heeft. Die zonden zijn weg. Paulus die zegt, hij heeft het handschrift dat tegen ons was met zich aan het kruis gebracht en toen heeft hij de macht ontwapend. Maar hij is wel bezig om de komst van het koninkrijk te frustreren. Ja. Allereerst probeert hij Israël te vernietigen. Eigenlijk in het Eerste Testament ook al. Wat zou het geweldig voor hem zijn? Hij weet dat het niet meer te voorkomen is, het koninkrijk van God. Hè? De Heer Jezus gestorven en daarmee heeft hij alle beloften opengezet, als het ware, de vervulling van alle beloften. Ja. Wat zou het geweldig zijn voor die macht van de duisternis als straks Gods koninkrijk komt en dat er één groep mist. En dat is het Joodse volk. Hm. Een dal van dorre doodsbeenderen in Ezechiël 37. Ja, hey, maar je noemde het al net, hè? Satan is verslagen op Golgotha. Hoe komt het dat hij dan toch nog zoveel invloed heeft in deze wereld? Ik denk dat hij op het punt van de aanklacht verslagen is, dat niets ons meer kan scheiden van de liefde van God. Maar er is ook een andere werkelijkheid. Als je Paulus leest in Romeinen 1, dan lees je dat omdat de wereld het verderfelijk vindt om God als God te erkennen, dat God de wereld heeft overgegeven aan de machten van de duisternis. Het is een keuze van God. Ja, je ziet in de Bijbel eigenlijk als Israël wat doet, of zijn kinderen, dan reageert hij als een vader heel direct. Ja. Je ziet dat hij bij Israël bovenop zit, bij de wereld niet. Hmm. Paulus zegt, hij verdraagt het. Tot drie keer toe zegt Paulus in Romeinen 1 dat hij de wereld eraan heeft overgegeven en dat ze erin doorschieten. Maar dat hij het wel
opspaart. Ja, maar hoe komt het eigenlijk dat God dat toelaat, dat de Satan toch nog zoveel macht heeft over de wereld? En niet alleen maar het hele grote plaatje, maar ook in ons persoonlijke leven? Misschien moet je zeggen dat God van ons geen marionetten maakt en van de wereld ook niet. Het is niet zo dat God de zonde uitvindt, maar als mensen kiezen voor de zonde, dan is zijn opstelling naar de wereld toe dat die de zonde zich laat opstapelen. Zo snap je ook niet, zei je, Heer God, doe er wat eerder wat aan. Ja. Maar in Romeinen 1 staat echt dat de wereld verduisterd is en dat ze allerlei kwaad bedenken. En dat God het niet door de vingers ziet, maar dat hij het opspaart tot het laatste oordeel. Maar het klinkt niet heel erg als een barmhartige vader. Dat klinkt meer als van, ik laat het maar gebeuren. Ja, laat het uiteindelijk niet gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen dat wij zeggen van, jongen, je ziet dat in het Eerste Testament natuurlijk ook, dat God soms zijn volk straft en dat hij de deur opent voor de vijanden van Israël en dat ze zo tomeloos tekeer gaan. En dat God het niet vergeet, dan ziet hij door de vingers en hij komt erop terug. Hij zet het recht, hij straft ze ook. Als de Heer Jezus komt, dan zie je ook dat er zowel de profeten als Openbaring zegt, dat er een tweesnijdend zwaard uit zijn mond gaat om daar weer de volkeren te slaan. Maar soms denk je inderdaad, de hemel die roept dat op een gegeven moment ook. Hè? Waarom grijpt u nu niet in? Belangrijk is natuurlijk ook om te zeggen dat het niet gelukt is om Israël te vernietigen, om daarop terug te gaan. En dat is ook zo'n streek van hem. Wat je nu ziet is dat hij, ik zeg wel eens in een lezing van, alsof hij het station waar de trein moet aankomen, of die dat bezet houdt. Want de Messias komt op de Olijvenberg. En Jeruzalem, daar zal de troon van vader David staan. Daar zal het gebedshuis komen voor alle volkeren. Jeruzalem is het centrum, dat is Gods bruggenhoofd op aarde. En hij zorgt ervoor dat er een andere God zit nou. Ja. En dat zelfs de wereld en zelfs de kerk daarin, ach ja. En dan zou je kunnen zeggen, ja God, uw volk heeft u bewaard, ik heb ze niet kunnen vernietigen, maar ik heb er dan tenminste toch voor gezorgd dat ze u op de Olijvenberg niet stonden af te wachten omdat dat bezet gebied was. Ja, ja. Hey, want die geestelijke strijd, je noemt het net al een beetje, hoe zie jij die geestelijke strijd zich ontvouwen specifiek tegen Israël? Het is geen strijd meer om de waarheid. Er is leugen en propaganda. Ik had een gesprek een uurtje geleden met Andrew Tucker, die natuurlijk helemaal op het juridische zit. En als je het juridisch gaat bekijken, dan heeft Israël een hele grote zaak. Andrew is een jurist gespecialiseerd in de internationale recht. Ja, precies. Maar dingen worden verdraaid, worden veranderd. Dat is het eerste wat je ziet. Ja. Maar wat hij ook doet, en dat is met name naar de kerk toe. En ik vind dat toch een heel belangrijk element om dat ook te noemen. Zorgen dat wij de andere kant op kijken. He, ik geloof echt, hij is een wichtdrijver, dat in het begin bij Paulus en bij Petrus waren de gelovigen in de Heer Jezus waren een stroming binnen de eeuwenoude gemeente van God. En de grote discussie in die tijd was een grote vraag, kunnen heidenen daar ook bij komen? Nou, dat is gebeurd. En daar weten we van alles van natuurlijk, ook bij Paulus. Ze mogen erbij horen door het geloven in de Heer Jezus. En langzamerhand zie je dat uit elkaar groeit. En als die volgelingen van de Heer Jezus, met name de heidenen, dan alleen verder gaan, dan merk je dat ze, en dat is weer zo'n verleiding van de Satan, dat ze gaan geloven dat zij het zijn, dat zij beter zijn, dat ze vromer zijn en dat God met Israël heeft afgerekend en dat hij nou met hen is verder gegaan. Nou, dat voelt ontzettend lekker, hè, om dat te horen. Dat is weer de zonde van het paradijs. Als je dat doet, dan zul je dit. En hij heeft dat geïnfecteerd met het heidendom. En de leidende filosofie, en dat heeft de eeuwen door, is dat gebleven. De Griekse filosofie die heeft binnengehaald, is hier beneden is het niet. Het gaat erom dat wij in God geloven. Hè? Het christendom heeft dat dan verchristelijkt. Het gaat erom dat we uiteindelijk deze aarde verlaten en deze aarde wordt afgestoten, dat is maar tijdelijk, en dat we in een volmaakte wereld in het universum komen.
Ik zeg niet dat er geen hemel is. Maar wat ervan gemaakt is, is dat we geloven, als we geloven in Jezus, dan gaan we voor eeuwig naar de hemel. En als dat het verhaal is, als dat de boodschap is, dan hoef je je dus niet meer druk te maken om Israël en over Jeruzalem of wat daar gebeurt. Dat kun je rustig aan de wereld overlaten, want dat is toch maar tijdelijk. Ja. En dat heeft ervoor gemaakt dat er ook, gelukkig merk ik in deze tijd, en ik sta er telkens weer van te kijken. Ik had gisteren, belde mij iemand op of ik een preekbeurt wilde vervullen in Aalburg. Nou, dat is voor mij 300 kilometer verder, dus een ander verhaal. Maar die man vertelde dat ze elke zaterdagmorgen met 40, 50 mensen op het dorpsplein staan te zingen voor Israël. Je moet eens weten, dat weten wij niet, hoeveel er in de kerk gebeurt pro-Israël. Ja. Maar tegelijkertijd probeert de duivel ons onschadelijk te maken door te zeggen, het gaat ook om ons behoud, maar door te zeggen, ga daar nou maar mee bezig en we moeien niet met de rest. Ja. Of we gaan een geweldige gemeente optuigen met worship. En natuurlijk is het belangrijk om te worshipen en God. Maar als dat betekent dat je je niet meer omdraait en ziet wat er in de wereld aan de hand is, hoe God zijn volk terugbrengt, hoe Jeruzalem op de kaart staat, hoe de dingen gebeuren die God beloofd heeft dat er zouden gebeuren, dat Jeruzalem door de naties getild wordt om ze van de plaats af te brengen, geestelijk zeg maar, een andere betekenis te geven, en hoe dat alles te maken heeft met de naderende komst van de Messias, dan wordt het natuurlijk wel heel gevaarlijk. Ja, maar wat mis je dan als je dat niet ziet als gemeente of als kerk? Dan ben je vooral met jezelf bezig. Ja, daar komt het uiteindelijk op neer. Je bent vooral met jezelf bezig. Je bent met de grote vraag bezig of jij wel behouden wordt. Hmm. En je bent met de grote vraag bezig of jij, en ik preek ook heel veel met al het goede, mogen we daar ook niet van aftrekken, maar we gaan niet naar de kerk om geestelijk geënterteind te worden. Mm. We gaan naar de kerk om God te eren en te prijzen. En om te zien wat God op dit ogenblik aan het doen is. En Jezus preekt de komst van het koninkrijk. En de komst van het koninkrijk betekent dat Jeruzalem weer het centrum van de wereld zal zijn. Dat de troon van David daar zou staan, dat de Messias terugkeert. En dat vanuit Jeruzalem de vrede zich zal verspreiden over de wereld. En dat probeert hij af te breken. Ja. Maar je zou kunnen zeggen van nou, als christenen dat niet zien, dat is een soort van blinde vlek. Maar jij gaat een stap verder. Jij zegt, het is een onderdeel van die geestelijke strijd. Ja, de God van deze eeuw heeft mensen verblind. En bij christenen doet hij dat natuurlijk niet door te zeggen, God bestaat niet. Maar door tegen ze te zeggen van aanklager, weet je wel zeker dat jouw geloof zo echt is, dat je daarmee de eeuwigheid verdient? Heb jij het echte geloof wel? En dan ga je daarover zitten somberen en denken, ja, er zijn mensen om me heen, hoe zit het dan met mij? Ik zeg niet dat je daar goedkoop over moet denken. Ik zeg, ik word helemaal niet behouden door mijn geloof. Ik word behouden door het geloof van Jezus. En er is zoveel ruimte, er is zoveel liefde van God. Die wil niet dat één mens verloren gaat. Maar de Satan die probeert daar wat tussen te. Die probeert dat je daar helemaal geobsedeerd mee bent. Of dat je, nou ja, ik ga me niet herhalen, maar hij probeert gewoon zand in onze ogen te strooien. Hoe bestaat het nou? We hadden het over die open brief. Dat de priesters van onze kerk, van mijn kerk dan, in deze tijd niet zeggen, en nu gaan we als een muur om Jeruzalem staan. Nu gaan we op de muren van Jeruzalem staan en tegenover heel de beweging van de wereld gaan we Israël zegenen. We roepen op tot gebed. Mijn kerk is bezig om te redden wat te redden valt. En ik vind het helemaal niet gek. Ja, maar hoe erg is het dan? Even terugkeren naar Israël, hè? De focus op Israël. Je zegt, we zijn vooral als kerk een beetje met onszelf bezig en dan verliezen we uit het oog wat er in Israël gebeurt. Waarom is dat zo relevant, juist voor de kerk om zich mee bezig te houden? Omdat God alles door Israël heen doet. In Israël laat hij zijn grote daden zien. Aan Israël heeft hij zijn woord gegeven. Israël is het volk wat hij geformeerd heeft om zijn naam te eren. Israël is zijn oogappel. Als het ons werkelijk om God gaat, dan weten we dat Israël geen blinde darm is. Die kun je hebben of die kun je niet hebben. Overbodige aanhangsel. Dus ja, we weten eigenlijk niet waar hij voor dient.
En zo denken mensen Israël, ja, dat is iets van vroeger. Daar heeft God een keertje iets mee gehad in de woestijn, maar dat is lang. Maar zo is het niet. Het is een oogappel. God zegt, wie mijn oogappel aanraakt, raakt mij aan. Dan kun je als kerk, kun je toch niet de andere kant op kijken. Mm. De leiding van mijn kerk, ja, die loopt wel mee met een klimaatmars. Ik zou niet zeggen dat dat onbelangrijk is, het klimaat. Maar je zou toch verwachten dat de kerk... En gelukkig gebeurt het ook. Mm. Maar het zijn weer... Het is ook altijd hetzelfde liedje. Ja. Hoor, maar wat is er dan een consequentie van als een kerk niet zo met Israël bezig is? Vindt God dat erg? Vindt God dat erg? Wat de consequentie is, dat zie je om je heen gebeuren. Er zijn kerkscheuringen bezig. Niet alleen in de PKN. Bij PKN die verliest met tienduizenden... Ik kom in kerken waarvan ik, als ik om me heen kijk, denk ik over 10 jaar, is dat er niet meer. En dat is een consequentie, een gevolg van... Ja, dat is niet de secularisatie, want met een aantal apostelen in dat grote Romeinse Rijk is het begonnen. De Heilige Geest is veel krachtiger dan alle bedenkingen en die streken van de Satan. Maar als mensen zich daar niet voor openstellen, ja, dan het is echt zo dat de kerk wordt gebouwd als mensen leven vanuit het woord van God. Als mensen bewust zijn dat Christus hen bewoont. Dat ze zich uitstrekken naar de geestelijke gaven die God gegeven heeft. En als ze zich scharen aan de zijde van Gods oogappel. De eeuwenoude gemeente van God waar God nooit een streep door gezet heeft. Nee. En... Als dat niet gebeurt, als wij onze eigen agenda bepalen, dan komt er een moment dat er nog wel op het bordje van de kerkdeur staat die en die kerk, maar dat de geest weg is. Dat de Bijbel die waarschuwt er toch zelf tegen dat God de menorah, dat God de kandelaar niet wegneemt en hij neemt die weg als wij in onze eigen zinnigheid en eigen wijsheid niet onze onmacht om in hen te geloven beleiden en zeggen, Heere God, ook in deze moderne tijd voed mij met uw geest. En als we niet het profetische woord volgen, als we dat niet meer doen, dan wordt het een soort humanisme. Ja. In mijn kerk kun je rustig een artikel vinden van een predikant die zegt, God bestaat niet, maar hij is er wel. Nou, leg me maar uit. Maar dat betekent zoiets van, nou ja, God is een soort symbool voor wat we met elkaar hebben. Ja. Vandaar dat onze jonge kinderen zeggen, nou, als dat het is, dan ga ik naar een bijeenkomst van een politieke partij die mij... Ja. Of die je meer aanspreekt. Daar kom ik toch niet meer mijn bed uit, vooruit. Hey, maar... die streken van de Satan, hè, zoals je ze net noemt. Hoe kun je dan als christen je hier tegen wapenen? Ik lees in Judas, dus een brief die we niet zo vaak lezen, dat de aartsengel Michael in een strijd gewikkeld is met de Satan. En dat hij dan ergens ook onder de indruk is van zijn macht. Van de macht van de Satan? Ja, mm-hmm. En dat hij zegt dat er staat dat hij geen... oordeel wilde uitbrengen tegen hem. Hij wil hem niet veroordelen, maar dat hij alleen maar kan zeggen, de Heere straffe u. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo. Je kunt niet even maar... Wat wij moeten doen is, zegt Paulus, wij moeten het schild van het geloof vasthouden en dat je jezelf toevertrouwt aan God en aan zijn woord. Je moet het zwaard van de geest hanteren, het woord van God blijven openen en er niet iets anders van maken dan wat er staat. En met aanhoudend bidden en smeken, zegt hij. Dat betekent dat je eigenlijk is dat onze geestelijke kracht, dat we het zien en dat we het toevertrouwen aan de Vader. Dat we zeggen, wij zijn veel te klein, maar het is uw strijd en sta op en ga ons voor. Ja. Maar is dat dan wel genoeg hulp voor Israël? Want je zou kunnen zeggen van, nou, we moeten met z'n allen Israël gaan ondersteunen en de straat op gaan en actief dingen doen voor Israël. Dat is zeker, maar dat is naar Israël toe heel bemoedigend natuurlijk, als ze merken dat ze niet alleen staan. Maar het gaat naar God toe. Uiteindelijk moeten we het aan God overlaten, zeg je.
Ja, dat weten we toch. Ik bedoel, je durft nauwelijks te slapen als Iran zijn wapens afstuurt. En we weten ook dat die piloten heel bekwaam waren. En de Saoedi-Arabië, Jordanië, weet ik wat, allemaal geholpen hebben. Maar uiteindelijk weten we toch, en dat zeggen we ook, dat God zijn beschermende handen over Israël uitstrekte. En dan laat je zien dat het allerbelangrijkste is. Als hij dat niet meer doet, als hij zijn handen terugtrekt, dan red je het niet als Israël. Nee. Hoe kunnen wij voorkomen? Kunnen wij eigenlijk voorkomen dat de duivel het lukt om zijn plannen te volvoeren? Zijn plannen tegen God, tegen Israël? Zover kan ik niet kijken, denk ik. Ik weet wel dat wat wij moeten doen is te staan op de muren van Jeruzalem, waken over Israël, gefocust zijn op God en elke dag opnieuw drinken uit de bron, maar ook Israël toevertrouwen aan zijn vaderhanden, zeggen, u bent de heilige Israëls, u bent de bewaarder van Israël, u sluimert nog, slaapt. En wat er nog meer gebeurt in deze wereld, ik kan er niet over zien. Nee. En we bidden dat zijn koninkrijk spoedig zal komen. En dat we weten dat Heer Jezus de overste van de koningen der aarde is. En dat hij de macht heeft om de duisternis te verslaan. Dat de deuren van Egypte opengaan. Dat het volk thuis komt. Dat gaat allemaal gebeuren. Maar ik ben ook maar een klein mens. Het exacte plaatje is er niet helemaal helder. Mijn plaatje over zie ik helemaal niet. Maar ik hoop vurig dat ik lid mag zijn van een kerk die al eeuwen oud is. En dat de leiders hun... Zijn er net even hetzelfde liedje? In het Nieuwe Testament is het ook. Het volk loopt met honderdduizenden achter de Heer Jezus aan. En waar zit het probleem? Bij de leiders. Bij de leiders. Die draaien zich af. Ja. Die zeggen, die geven hem uiteindelijk ook prijs. Ja. Het volk niet, maar de lui die denken dat ze de zaak moeten pappen en dat houden. Ja. We gaan bijna afsluiten, Henk. Ik ga je zo meteen vragen om met ons te bidden. Maar je wil ook nog iets delen uit Gods woord, uit de Bijbel. Ja, het is een gedeelte wat maar zijdelings met het onderwerp te maken heeft. Maar in de Romeinenbrief gaat het over hoe die twee groepen, Joden die in Jezus geloven, maar ook Joden die dat nog niet doen. En heidenen die dat doen, hoe die met elkaar omgaan. Want het is duidelijk dat heidenen geen Jood hoeven te worden. Nou, dat schuurt en zo. En dan zegt hij helemaal aan het einde van zijn brief. In Romeinen? In Romeinen 16 helemaal. Dan zegt hij, er zijn mensen die jullie proberen te verleiden. Een meidse, zegt hij. Maar ze misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. En dan zegt hij, maar de God die des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Heer Jezus zij met u. En wat nou zo bijzonder is, dat hier als het ware Genesis 3 doorheen schemert. Hè? De duivel die met schone en met vroom klinkende taal mensen verleid heeft. En dan Adam en Eva, is het niet dat God gezegd heeft, dat weet je toch wel. En heel schoon klinkt als je dat doet. En dan ook de belofte dat God de kop van de Satan zal vermorzelen. En daar eindigt Paulus dan dus zijn brief mee. Dus wij hoeven niet zelf op te lossen, maar God Ik kan de Satan niet vermorzelen. Nee. Ik kan met de kracht van God proberen hem buiten te houden. En de strijd mee te strijden, zeg maar, door te bidden. Wil je met ons bidden? Ja. Heer God in de hemel, u bent de God van het universum. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is uw naam voor eeuwig. Zullen we u aangesproken worden. Er gebeurt zoveel in deze wereld, dat hoeven we u niet te zeggen. Maar we weten wel dat u in uw handen uw volk is. En dat wij in uw handen zijn. En dat de tijden in uw handen zijn. En dat u bepaalt wanneer uw koninkrijk zal komen. U bepaalt wanneer
de weg van het evangelie door de wereld zo ver gegaan is dat u zegt, dit is het moment. U bepaalt wanneer de zonde van de wereld zo hoog is opgestapeld dat u zegt, genoeg. En nu komt mijn zoon. We bidden u in de benauwdheid van Israël. We bidden u ook in de benauwdheid van veel kerken. We zijn soms zo misleid. We zijn soms zo achter ons eigen heil aangegaan dat we niet meer oog hebben gehad voor de grote dingen die op handen zijn en waar u mee bezig bent. En wie u bent, Heer Jezus. De koning der Joden, de leeuw uit de stam van Juda. We bidden u voor de gegijzelden. Want we weten dat het noemen van uw naam, dat daar de Satan voor beeft. En wij bidden u dat u Israël de overwinning geeft. En dat u Israël vrede geeft. En dat mensen, want hij is een mensenmoordenaar van de beginnen. Hij is een aardsleugenaar. Dat de mensen niet meer de leugen gaan geloven daar. Dat, wat ze moeten bekopen met de dood en verderf en ellende. Ook de mensen in Gaza. Maar dat ze zich mogen buigen voor u. De vredevorst. En dat de vrede des Heren de aarde bedekken zal. Zoals de wateren de bodem van de zee. Dat de volken naar Jeruzalem zullen gaan om daar de oorlog af te leren. En dat ze daar zullen leren hoe ze kunnen wandelen in uw wegen. Wat zien we daarna uit dat dat gaat gebeuren? Heer, we bidden u voor ons persoonlijk leven. Als we worden aangevochten. Als onze demonen weer eens verschijnen. In Jezus' naam jagen we ze naar buiten. En laat ons rein en onberispelijk mogen leven voor uw aangezicht. Door uw geest. Om Jezus wil. Amen. Dominee Henk Poot, dank je wel voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven en betrokken blijven door ons liveblog te lezen op de website cvi.nl/actueel. Daar posten we regelmatig nieuwe artikelen, zodat u ook weer punten heeft, gebedspunten waarvoor u kunt bidden. En u kunt ook op een andere manier deze uitzendingen terugluisteren. Dat hebben we sinds kort. Dat is via een podcast. Als u daar meer over wilt weten, gaat u naar onze website cvi.nl/podcast. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.